Hallo mensen en welkom bij dit eerste filmpje op dit nieuwe YouTube kanaal, namelijk het kanaal, wat is het ook alweer, ik vergeet het altijd. Een vriend heeft de naam bedacht, omdat ik, de naam die ik had bedacht, die was 3 letters lang en het kanaal heet De Hollandse Restoner, he, eindelijk, dat was het, de naam De Hollandse Restoner. Dit is natuurlijk restaurant tutorials, allerlei technische dingen met redstone en shit. Allerlei technische dingen met Minecraft bedoel ik. Met redstone ook natuurlijk, maar vooral met Minecraft en vooral daarvan redstone. Want redstone is het technischste gedeelte van Minecraft. Spreek ik dat goed uit? Denk ik niet, boeiend. En deze eerste tutorial is een combination lock. Dit ding hier, ik laat even zien. Dit is de code die ik heb gemaakt. En dan gaat die lamp branden en hier is de reset knop. En een andere code werkt niet. En als ik... ging nu aan, denk ik wel. En die twee doe. En dan die. En dan gaat hij ook eruit. En dan gaat hij wel even aan. Lol, dat wist ik niet. Dat wist ik niet. Dat had ik nooit getest. Ik wist nooit dat dat ding aangaan. Volgens mij zo korte puls dat niks erop reageert. Maar ik zag hem aangaan in ieder geval. En nou, hij werkt vrij simpel. Ik druk die twee in. Dan wordt... die pistons daar gepowered, waardoor het blok omhoog wordt geduwd. Sticky pistons trouwens, waardoor ze gepowered worden, waardoor dit gepowered wordt. Maar sticky pistons kunnen gepowered blok niet terugtrekken, dus ze blijven omhoog staan. Waardoor deze twee torches uitgaan en waardoor dit kabeltje niet meer aanstaat, waardoor die torch de kans krijgt om aan te gaan en waardoor de lamp aangaat. Op het moment dat ik een fout erbij doe, wordt dit zo gepowered, dit hier zo, en dan wordt dit gepowered en dit, dan gaat deze torch weer uit en dan gaat het aan. Op het moment dat ik reset druk, wordt de blok niet meer gepowered, waardoor hij de kans krijgt om aan te gaan. En volgens mij is het vanwege deze torches hier. Dan moet ik even een tikje zo doen, kijken of ik het nu nog heb. Ik denk het niet. Reset. Nee, nu heb ik het niet meer. Oké, daar is dat ook opgelost. En nu gaan we hem bouwen, even time set. Time set 0, hetzelfde. Wat heb je nodig? Je hebt nodig... een slap. Slap. Oh, verkeerde snop. Slap. Redstone. Repeater. Een torch. Een button. Een sticky piston. Een lamp. En een sign. En een building block. Natuurlijk, waarom niet? Building blocks moet je altijd hebben. Zonder building blocks kan je eigenlijk niks. Building blocks kan gewoon redstone zijn of zo. Nou, hier heb je een muurtje. Onderaan doe je je buttons. Deze kan zo groot mogelijk als je wilt. Nou, nee, niet zo groot mogelijk. Volgens mij kan hij met 16 buttons. Dat is heel groot, maar volgens mij is dat de maximale grootte van dit ding. De reset button. Reset button. Die button. Button. Button is niks. Dan doen we redstone. Redstone. Repeater. Repeater. En dan repeater. Repeater. Redstone. Redstone. En dan sticky pistons. Kom op. Ja, ik vloog iets te laag. En dan daarop blocks. En hier zo ook blocks. Dan hier zo repeaters. En hier zo redstone. En dan heb je een reset gedeelte en het power gedeelte al. Bijna, ja. Daar doe je slabs. Om te zorgen dat... waarvoor weet ik ook weer niet. Ik moest even denken hoor. Nee, op een of andere manier deden ze het niet met normale blokken. Ik weet ook niet meer waarom. Er zit natuurlijk wel logica achter. Maar die logica weet ik even eentje op die manier. Het zal weer een... oh, ik ga geen sign plaatsen. Doorgaan. Goed zo. En nu is het moment dat we onze code maken. We maken een andere code. De buttons die je vooraan wilt indrukken. Daar op de achterkant moet je torches plaatsen. Dus ik wil die en die. Dat zijn dus... deze twee buttons. Daar plaats je torches. En dan maak je er een balk onder. En waar geen torches zitten, doe je er één naar binnen. Dus zo. Redstone over die balk heen. Torch aan de zijkant. En een lijntje naar voren. Iets van een lamp of een deur. Of maak een grote redstone deur ernaast. En dan is dit de code geworden. Volgens mij. Nee, ik ben vergeetachtig. Dit is de code. En als ik hem reset, dan krijgen we die zeker flits. Oh, geen flits.
Oh. Lol. Oké. Dit was het dan voor deze keer. Like, subscribe, abonneer. Ik zou het erg waarderen van likes in de eerste video. Jullie merken dat, hoe heet het? Godverdomme, ik kom nooit uit mijn woorden. Dat dit niet mijn eerste redstone tutorial is. Ik plaats nog. Ik vind zelf dat ik redelijk vlot praat. Ik kom echt niet uit mijn woorden vandaag. Ook gewoon al in Skype gesprekken of zo. Ik heb al vandaag, even kijken, 6 uur Skype. Dus ook in Skype gesprekken konden mensen zei ik hele rare dingen. Dus het is super klein. Ik ben er heel trots op. En ja, dit was hem. Like, subscribe, abonneer. En dat heb ik allemaal gevraagd. Favoriet ook natuurlijk. En dat was het. Doei!